Ik ben Maya met een heel bijzonder weerbericht: van de Noordpool tot de Zuidpool, er gebeuren rare dingen. Als we niet naar wetenschappers luisteren, wordt het nog gekker als ik groot ben. Kijk even mee naar de voorspelling voor 2050: 94% van de kinderen wordt getroffen door hittegolven, waardoor buitenspelen tot het verleden behoort. Door extreme droogtes worden tarweoogsten vernietigd, en dus ook het enige wat mijn broer eet: brood. Dit soort rampen kosten belastingbetalers 6 biljoen dollar. Mijn ouders hebben een hekel aan belastingen. Maar goed, het probleem is de enorme deken van warmte vasthoudende vervuiling in de atmosfeer. Maar waarom hangt die deken daar eigenlijk? Maar maak je geen zorgen, er is nog steeds kans op mooi weer. Vanuit het oosten komen er nu schone energiesystemen, wat weer zorgt voor hele koele banen. Zonne-energie wordt goedkoper dan olie en gas. En als we naar de satellietbeelden kijken, zien we een hoge drukgebied van volwassenen verschijnen om kinderen te beschermen tegen hele nare dingen. Er is een stevige politieke windopkomst, die is niet opgewassen tegen orkaan Felicia. Dat is mijn moeder. Als volwassenen stoppen tijd te verspillen en dit oplosbare probleem fixen, dan laten we het jullie zeker weten. Want voor ons is dit niet alleen een weerbericht, het is ook onze toekomst.